Okay. Kinderen met jerrycans op weg naar schoon water. Vaak een kwestie van uren lopen. Met steun van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, worden in snel tempo putten geslagen. Aan het eind van dit jaar zal de helft van de bevolking over schoon water beschikken. En dat betekent dat de kindersterfte zal dalen. Want op dit moment sterven nog 140 van de 1000 kinderen voor hun eerste levensjaar. UNICEF steunt ook een massaal inentingsprogramma. Werden begin 1984 slechts 3% van de kinderen ingeënt tegen tropenziektes. Nu, bijna 3 jaar later, is dat al bij de helft van de kinderen het geval. Dit weeshuis vlak buiten Kampala wordt ondersteund door een groep vooraanstaande Oegandese vrouwen. De vrouwen hebben zich verenigd in een comité. Van een van hen, mevrouw Mapanga, horen we het onvoorstelbare verhaal van een jongetje. Een jongetje dat Robert genoemd wordt. Robert was found in 1985 in Luwero district by the Uganda National Liberation Army and brought to this center. At the time, he was very, very tiny. He didn't have any language. He was underweight. He was like a monkey, really. He walked like a monkey. He grabbed things like a monkey. He ate anything that came to him, grass, bananas, and so on. He did not like anybody. He didn't like human beings. He was not friendly. Neither would he agree to be picked. Robert has now, when we found him in May, in June, we found him weighing 9 kilos. Although we estimate he must be about 7, 8 years old. How do you think he survived? Have you any idea how many years he spent in the woods? We are not sure how long, but we think he must have been picked by monkeys. But he probably was there about 4 years. He was very young when he was there. He couldn't walk, maybe because the monkeys he saw walked on four. He was walking on four like a monkey and whining like, you know, like monkeys do. Zoals u ziet, peuzelt Robert nog steeds aan zijn kleren. Hij spreekt nog geen mensentaal. Veel van deze kinderen stierven kort nadat ze gevonden waren door infecties. Door speciale voeding is Robert flink aangesterkt. Dit is Robert in december 1986. En dit is Robert eerder dit jaar. Een jongetje van 7, 8 jaar oud en slechts 9 kilo. Hij is hier gefilmd toen de vrouw van president Museveni het weeshuis bezocht. He's more or less half human, half animal. He behaves like an animal. He can't, he has no language. He has no way of expressing himself. He's underfed, as you can see. Clothes if he's left alone, as you can see. As soon as he's left on his own, he feeds on his clothes, his hands, and you can see the way he moves. I want every person watching this program to see what is happening to these children. We want to do everything possible to help if we can. And we want every hand in Uganda that is willing to help to give these children a future. I hope people will understand when we talk about disadvantaged children, and there are many, there are very many. Robert might be an extreme case, but there are many. Robert, 2 weken geleden. Na een paar uur hebben we eindelijk een beetje contact.
In Oeganda zijn op dit moment 30 gevallen bekend, zoals Robert. Thomas, do you know where your mother is? No. I don't know where my mother and dad's where is. These two children are twins. They were, all their parents and relatives were bombed and died. And these are the only children who were left in the home. They were badly burnt. Do you see? Well, what happened? The house was bombed and they were all burnt. This one was also burnt, but not so severely. These two? Where is the other one? Yes. These two are from Kotido. Kalamoja, yes. They've just come in. They came when they were very, very thin, skin and bones. Now we see a great improvement. How long have they been here? About a month. About 1 month. Have you any idea if their parents are still alive? Anyway, I'm not very sure, but I learned from a certain driver that their mother, the arms were amputated, and this one was the one who was feeding the mother until the mother died. One day, this boy told me that, "Mom, please, could you go to the bush and fetch our father? Because we left him in the bush, he was bleeding very much. Would you like to bring him and treat him as you have treated us, so that he gets better?" So that really shocked me a great deal. And I failed to answer the boy. Het is avond in een tehuis voor oudere weeskinderen. De helft van de jongelui bakt elke avond en nacht broodjes. 'S Morgens gaan ze naar school en 's middags slapen ze. Hun studiekosten betalen ze zelf uit de opbrengst van de broodjes. Andere kinderen zijn hier bezig met het maken van taarten. En in deze tijd van het jaar zijn dat de traditioneel Engelse kerstcakes. Een restaurant in Kampala, 's morgens vroeg. In de etalage, de kerstcakes. Dit restaurant wordt gerund door de andere helft van de kinderen van het weeshuis. Zij verkopen de broodjes die 's nachts gebakken zijn. Deze kinderen werken dus 's morgens en gaan 's middags naar school. En ook zij verdienen hun studiegeld zelf. In grote delen van Oeganda heerst eindelijk weer rust en komt het dagelijks leven langzaam op gang. En toch zullen er de komende jaren tienduizenden weeskinderen bijkomen. Vele vrezen zelfs honderdduizenden. De ziekte AIDS maakt hier meer slachtoffers dan waar ook ter wereld. The mother. How did she die? She died when we ran. And she died. She caught the disease.
with the disease. What disease? The disease. The disease, I don't know it, but he sleep, it take a long time when she is sick, When she died, and I left with, she left me with sisters and brothers. And those my brothers, I don't know where they are now. AIDS komt in Oeganda evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. Ook groeit het aantal pasgeboren baby's dat door de moeder besmet is met het AIDS-virus. Heb je dat eens gedacht de afgelopen 3 jaar? Ik hou er mee op. Oh ja, vaak genoeg. Je hebt echt van die momenten dat je denkt van oh, nou wil ik wegrennen. Dan wil ik het land uit. Want, maar ja, dan toch, je hebt een emotionele band met de mensen, met het land. En zeker met de kinderen. Dan denk ik van ja, hun kunnen niet, zij kunnen niet weg. Dus ja, dat maakt dat je dan toch maar weer blijft en toch maar weer doorgaat. Nou, we live good. We live here good because we sit here, there's no problem. We sleep well and we eat well and things we do well. Do you go to school? Yeah, I go to school. Do you like going to school? I like to go to school. Later, when you're growing up, what do you want to become? I want to be a doctor. Why? Because to help our country, Uganda. Wish you a Merry Christmas. We wensen u een vrolijk kerstfeest. Dat zongen kindertjes in Oeganda met nauwe kleren aan hun lijf. Kinderen die hun hele leven uitsluitend ellende hebben meegemaakt. Ik weet niet hoe het u verging, maar ik geneerde me op dat moment eigenlijk een beetje. Maar ja, de kinderen stonden erop dit voor ons te doen. We kunnen ook iets terug doen. Niet in de vorm van het sturen van een voedselpakketje of zo. Nee, door een bijdrage te geven die structureel wordt aangewend. En dan zal de toekomst van deze kinderen er heel wat hoopvoller en zonniger uitzien. UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, kan en wil de kinderen van Oeganda helpen. U kunt meewerken door een bijdrage te storten op Giro 7515 ten name van UNICEF Den Haag. Met de vermelding Kinderen van Oeganda. Giro 7515. 15 UNICEF Den Haag. Namens de kinderen van Oeganda. Bedankt. U zag een reportage van Pieter Varekamp. Dit was Televizier. Bedankt voor het kijken. Graag tot volgend jaar. Goedenavond.
Voor u kunt gaan kijken naar het Weens Gala Concert 1986, vertel ik u even dat wij ook morgen voor prachtige muziek zorgen. Maar dan via Radio 4. Van 8 uur 's avonds tot middernacht presenteert Caroline Kaart het programma Christmas Caroline. Behalve de allernieuwste cd's hoort u ook muzikale bijdragen van het St. John's College Choir. Morgen dus, kerstavond, zorgen wij voor sfeervolle muziek via Radio 4. U kunt nu lekker achterover gaan zitten en genieten van het Weens Gala Concert 1986 dat wij voor u op 27 september hebben opgenomen. Het werd gepresenteerd door Marion Lambriks en uiteraard heeft zij ook haar vocale bijdrage geleverd. Andere solisten zijn Marcella Cierno, Peter Minig en Jacco van Renesse. De muzikale begeleiding die was in handen van het Metropoolorkest onder leiding van Rogier van Otterlo. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom, u hier in de prachtig versierde vereniging en de kijkers thuis. Voor de derde keer vanuit Nijmegen het Weense Gala-concert. En net zoals bij het jaarlijkse operabal in Wenen, gaan ook wij openen met de debutanten.
In een choreografie van Eduard Vermeulen maken de debutanten hun entree op de Fecha Polonaise van Karl Michael Zierer. En daarna walsen de debutanten op de onvergetelijke melodie van Johann Strauss aan der schönen blauen Donau. Muzikaal begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Rogier van Otterlo. Thank you.
Was het lied van de Du Barry uit de gelijknamige operette Die Du Barry van Karel Mielöcker. En nu de eerste gast van vanavond. Hij is al jarenlang vaste medewerker van de Hofstad-operette. Uit de operette Gräfin Maritza gaat hij nu voor ons zingen Einmal möcht ich wieder tanzen. Dames en heren, Jaco van Renesse. Herrgott, was ist denn heute los? Herrgott, was hab ich nicht los? Dass ich so selig bin, dass ich so fröhlich bin. Herrgott, wenn ich nur wüsste, was mit mir heute passiert. Dass heute mein Blut so pulsiert. Dass heute mein Blut so pulsiert. Herrgott, ach Herrgott, was kann das nur sein? Ach, jetzt fällt mir. Einmal möcht ich wieder tanzen, so wie damals ich ein. Eine Ecken wissen, weisen, wo das Herz ist dabei. Einmal möcht ich wieder tanzen, bis das Glück mich umfängt. Dann wozu hat die liebe Herrgott im Alter uns geschenkt. Herrgott, heut spür ich im Blut prickelnde Lust, heiße Glut. Heute ist mein Herz erwacht, alles in mir singt und lacht. Heute die ganze Welt nur zum Tanzen gemacht. Locke der Walzer Musik, gib mir den Frohsinn zurück. Wenn mir das lachende Leben beschert, was ich dann enthüllt. Einmal möcht ich wieder tanzen, so wie damals im Mai. Einen Effen füßen walzen, wo das Herz ist dabei. Einmal möcht ich wieder tanzen, bis das Glück.
De vorige zomer heb ik met heel veel plezier aan het Stadttheater in Klagenfurt, dit is aan de Wörthersee in Carinthië, de lustige Witwe gezongen. De rol van Valenciennes werd vertolkt door een zeer sympathieke en getalenteerde zangeres. Uit de operette Wo die Lerche singt van Franz Lehár gaat ze nu voor ons zingen de aria Durch die weiten Felder en daarna samen met Jaco van Renesse het duet uit Gräfin Maritza Ich möchte träumen. Dames en heren, Marcella Cerno. Thank you.
schlafen gehen, was ich tu zumeist. Viele schöne Frauen seh ich dann im Geist. Schwarze, rote, blonde zeigt mir die Fantasie. Alle wunderschön, reizend anzusehen. Jede küsst mich nach dir rein, wie's kommt gerade. Du warst leider nie dabei und das ist schad. Darum möchte ich herzlich bitten, dass du mir heilst. Einmal auch im Traum scheinst. Ich möchte träumen von dir, mein Putschikam. Ich möchte träumen von dir, mein Putschikam. Ich möchte träumen, dass du in Arme liegst. Ich möchte träumen, dass du über mich schwebst. Das wäre das höchste Glück auf Erden. Draußen wird groß zu werden. Was geträumt wurde, ist nicht passiert. Reizend ist ein frischer Traum, das gebe ich zu. Minuten spricht man kaum und schon hört du. Was meinst du, was geht von mir? Das war im Schlaf. Ein geträumter Kuss ist ein Kugelnuss. Wenn dir wohnt mein alter Freund von eins bis vier, wie aus Nasenspitze scheint, so kommt zu mir. Es hat so ich möchte träumen von mir, mein Mutschikam. Wir beide träumen, lang im Schimmer, lang allein im Zimmer. Ich tue du beim ersten Radio. Ich möchte träumen, dass du im Arme liegst. Ich möchte träumen, dass du im Arme stehst. Das wäre das höchste Glück auf Erden, groß zu werden. Was geträumt wurde, ist nicht passiert. Het Metropoolorkest onder leiding van Rogier van Otterlo speelt nu voor u Carnaval in Rome van Johann Strauss. Thank you.
Samen met Marcella Cerno ga ik nu voor u zingen het meest bekende en romantische duet uit de operette, Der Opernball van Richard Heuberger. Gehen wir ins Chambre séparée. Hierbij moet ik u even wat vertellen. In de operette is het heel gebruikelijk dat jongensrollen door vrouwen gezongen worden. Zo ook hier. Ik kan me alleen niet verkleden, dus u moet het zich een beetje voorstellen. Marcella is het kamermeisje Hortense en ik de jonge officier Henri. Ja, wat je weet, ik rooi.
Dames en heren, het is mij een bijzonder groot genoegen de volgende gast aan te kondigen. Eindelijk is het gelukt hem naar Nederland te krijgen. Aan de Volksopera in Wenen is hij al jarenlang dé operettetenor. Natuurlijke charme, elegance, dat zijn zijn krachten. Uit de opera, operette, Gräfin Maritza van Emmerich Kallmann gaat hij voor ons zingen Grüß mir mein Wien en daarna het duet uit de operette Der Zigeunerbaron Wer uns getraut van Johann Strauss. Dames en heren, Herr Kammersänger Peter Minich. Der Vergangenheit, wenn ihm gar